Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik heb in een van mijn laatste video's verteld dat ik heel veel nieuwe drakenspullen en zo heb besteld. En ik wou vandaag nog even opnoemen aan jullie wat er zoal aankomt voor mij van de drakenenergie. Ik ben er de laatste tijd heel erg veel mee bezig. Ik heb nogal periodes gehad dat ik er heel actief mee bezig was. En dus nu is er dus weer een periode aangebroken voor mij dat alles in het teken staat van de draken en de drakenenergie. Een van de dingen die ik heb besteld is een drakenhealing. Dus bij een Nederlandse vrouw die ook heel erg met de drakenenergie samenwerkt. En zij doet dan van op afstand een healing voor mij. Ik mag dan ongeveer een uur gaan plat liggen. En zij stemt daar van op afstand af op de drakenenergie. En dan zuivert zij bepaalde, via de draken, helpt zij dan bepaalde dingen te zuiveren, te genezen aan mijn energieveld of aan mijn chakras en zo, wat er genezen mag worden. Achteraf krijg ik daar nog een heel verslag van, dat ze mij dan opstuurt en dan staat er zowel in van welke draken mij hebben geholpen, dat zij heeft gezien, dat ze dan beschrijft aan mij, en wat er zowel geheeld is. Dus ik had ook al het gevoel van dat ik dat wel mocht doen. Ik ben iemand die mijn gevoel wel volgt. En ik voelde wel aan dat ik zo'n drakenhealing mocht gaan doen. Dus ik heb deze dus besteld. En ik zal ook achteraf, als die healing uiteindelijk heeft plaatsgevonden, zal ik daar ook nog wel een video over maken. En vertellen wat mijn ervaringen erbij waren en wat er zoal in het verslag stond. Iets anders wat ik nog heb besteld is een nieuwe drakenskul. Ook van kristal. Ik heb verschillende soorten drakenskuls van kristal in huis. Naast de draken heb ik ook echt iets met kristallen en met edelstenen en zo. Daar werk ik ook heel erg graag mee samen. Ook met de natuur, met planten, met de dieren. Dus met dit allemaal voel ik een heel sterke band. Ook met de elementen, bijvoorbeeld water, een zee van mijn lievelingselementen. En eigenlijk alle elementen vind ik wel leuk. Element aarde, element lucht, element vuur. Dat is allemaal wel belangrijk voor mij. Dus ik heb een drakenskul besteld van paarse fluoriet. Ook bij een Nederlandse vrouw, die ook met de drakenenergie samenwerkt. Ik ken er verschillende die met de drakenenergie samenwerken. Vooral uit Nederland, daar is dat wel heel erg actief blijkbaar. Dus dat vind ik wel leuk dat de mensen hun daar terug voor openen. En dat de draken dan uiteindelijk de erkenning krijgen die ze echt wel verdienen, vind ik. Dus die vrouw zou ook een afstemming doen dan. Daar had ik wel ook wat extra voor moeten betalen, maar dat heb ik er wel voor over. Geld heeft niet echt een grote waarde voor mij. Dus ze zou dan vertellen welke soorten draak er naar voren komt bij deze nieuwe drakenskul. En dus die krijg ik binnenkort ook in huis. Daar ga ik natuurlijk ook een video over maken als deze is aangekomen. Iets nog wat ik heb besteld is een drakenboek van ook nog een Nederlandse vrouw. Fanny noemt zij. Zij is ook weer iemand die heel erg met de drakenenergie samenwerkt. Zij heeft daar een boek over geschreven met de titel Drakenkracht. Het is ook wel echt de moeite waard, denk ik. En er zijn ook heel veel oefeningen en rituelen en zo in om je beter met de draken, om je daarop te kunnen afstemmen. En ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik dacht echt van, ja, zo kan ik mij nog meer met de draken gaan verbinden en nog meer met hun gaan samenwerken. Dus dat boek is dus echt wel een aanrader. Ik kan het iedereen aanraden. Nog iets wat ik heb besteld is ook een drakenbeeld. Bij de vrouw waar ik die drakenskul van kristal ook mee heb besteld. Katelijne noemt zij, Katelijne Filippo. Ook een echte toffe lichtwerkster trouwens. Zij heeft ook een webshop waar je heel veel kunt vinden van allerlei soorten lichtwezens. De draken, maar ook de eenhoorns en de engelen. Daar werkt zij ook mee samen. En met de elfen en zo.
En daar heeft ze ook op haar webshop heel veel mooie spullen van. En zij maakt dus ook beelden van deze prachtige lichtwezens. En ik heb bij haar dan een beeld besteld, die ze dan voor mij gaat maken. Je mag dan zelf kiezen welke kleur dat dit beeld ook krijgt. Ik heb voor groen gekozen, want groen is mijn lievelingskleur. En het zou dus een aardedraak worden. Dus een drakenbeeld dat heel erg in contact staat met element aarde. Omdat ik ook heb aangegeven aan haar dat ik dus me meer mag aan aarde. Ik hou van element aarde, maar mijn verbinding ermee is niet zo sterk zoals het eigenlijk hoort te zijn. Ik ben meer iemand die heel sterk met lucht en vuur en zo is verbonden. Dus mijn connectie met de aarde mag wel wat sterker worden. En daarom heb ik aangegeven aan Katelijne dat ik dus meer aarding nodig heb, meer een verbinding met element aarde. En daarom gaat zij dus een drakenbeeld voor mij maken dat op element aarde is afgestemd. En dus een groene kleur gaat ze ook geven aan deze draak, want daar heb ik ook voor gekozen. Dus deze komt dus ook nog binnenkort aan. Dus ik ben echt wel heel erg aan het uitkijken naar al deze mooie, prachtige spullen. Ik kan er van elk van hun ga ik ook een aparte video maken. Om dan aan jullie te vertellen wat mijn ervaringen erbij waren. En ik laat de beelden en de kristallenskullen ook wel zien aan jullie. Ik ga het boek van Fanny ook laten zien met de titel Drakenkracht. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Wat er ook nog binnenkort aankomt, wat nu wel los staat van de draken, dat is dat we cavia's in huis gaan halen. En ik ben dus een echte dierenvriend. En ik wil eigenlijk al een tijdje nog een huisdiertje in huis. Dus hebben we voor cavia's gekozen. Deze zouden we volgende maand in huis gaan halen, normaal gezien. En daar ga ik ook weer een video over maken. Ik hou jullie dus allemaal goed op de hoogte van wat er zoal afspeelt in mijn leven, waar ik mee bezig ben. Ik vind dat toch wel leuk om te delen met jullie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar mijn video's. Ik wens jullie heel erg veel liefs toe. En tot de volgende keer.